elkaar voor een spektakelstuk. Dag beste liefhebber van het kampioenenbal, van harte welkom bij een nieuw seizoen van de Champions Club. Dat is de enige podcast van het land die zich specifiek op de UEFA Champions League richt. Een podcast van Pix Plus Sports en dat is dan weer het enige kanaal in Vlaanderen waar je alle wedstrijden van de UEFA Champions League op kunt zien. Vanaf morgen 6 september tot en met de finale in Istanbul. Dag Frankie van der Elst, dag Michael van Vaar. Dag Nico. Frankie, ik moest je al uitnodigen als eerste gast, want je had me nog een pizza beloofd. Maar, waarvoor dank? Graag gedaan. Ik heb daarvan kunnen profiteren. Ja, wat is het omgekeerde van collateral damage, Michael? Profijt halen uit je aanwezigheid. Het was gezellig, mannen. Bedankt daarvoor. Maar we zijn hier natuurlijk om te praten, om vooruit te blikken op de Champions League speeldag van deze week. We gaan dat altijd kort en krachtig doen, in maximum een half uur. Meer tijd krijgen we niet. Jullie live commentaar, jullie analyse, dat is dan voor de tv-uitzendingen. Natuurlijk. Maar ik begin met mijn traditionele openingsvragen. Wat brengt de week? Frankie, van jou weet ik het nu toevallig wel, maar je mag het toch zeggen. Dat zou wel een heel drukke week kunnen zijn. Hè? Dus vandaag dit, morgen en overmorgen Champions League voetbal, donderdag Europa League voetbal. Ja. Dan zitten we al vrijdag in de nieuwe speeldag. In ik heb het over de Champions League, Frankie. Ah. Waar ga je naartoe? Ah, kans mijn week moest. Nee, ik mag naar Celtic gaan met jou. En ja, Nicolas, kijk eens Celtic aan. Tegen Real. Daar kijk ik enorm naar uit. Ja. En dan zit ik woensdag, zoals al gezegd, in de studio. Ja, absoluut. Celtic Park, Frankie. Ja. Vertel, wat gaat indrukwekkend zijn qua sfeer? Ja, ik hoop het, ja. Ik ben er 3 keer mogen gaan nu. De eerste keer 10 jaar geleden, hè, de legendarische wedstrijd tegen Barcelona. Ook in de Champions League, toen ze 2-1 wonnen. 125 jaar bestonden doelpunten van 2 spelers die nog in de Belgische competitie hebben gespeeld. Ik heb een voorstel, Frankie. We gaan eens in ons archief duiken. Want die wedstrijd waar je het over hebt, najaar 2012, Celtic-Barcelona, daarvoor duiken we graag nog eens ons archief in. Ja, we hoorden Wilfried Mostings, hè? Daar was je mee op stap, dat was jouw commentator toen. Het stadion is blijven rechtstaan, maar het was inderdaad kippenvel, denk ik. Nee, het was ongelooflijk. Dus, ik moet eerlijk zeggen, dat is het mooiste wat ik meegemaakt heb op Champions League niveau. Nu verras je me wel. Ja, ik was ook, en gelukkig dat ik daar was, Barcelona, PSG, dus 6-1. Maar dat was toch anders, Nicola, je weet dat ook. In Barcelona zit je zo van boven in die glazen bokaal, zou ik maar zeggen, toch weg van het publiek. Maar hier zaten we echt zo wat midden in het publiek. Als ik mijn rechterarm uitstrekte, dan raakte ik een supporter. Ja, zo was het. Wij waren de uiterste rij van de commentatoren. En echte supporters zijn minder toeristen dan in het Camp Nou. Ja, ook al. Maar het begon al voor de wedstrijd. Clublied, You Never Walk Alone, daarachter. En dan die match, hè, die helemaal hun kant op ging. Dus plus het 125-jarig bestaan vieren. Dus dat die puzzel... Ja, dat beter en mooier kan een puzzel zijn, zoals uiteindelijk die avond is geworden. Rod Stewart, die aan het tweeën was als een klein kind. Natuurlijk, ik ben er nadien, en kort nadien was dat nog wel, maar ik weet niet meer tegen wie precies terug mogen gaan. Was heel wat minder. Hè. Ze verloren ook kansloos toen. Ook nog eens later was ik er ook tegen Anderlecht, hè, toen Hein van Azenbroek het net had overgenomen van Frutos. Want die had de match Frutos dan nog thuis gedaan, hè, de 0-3 toen voor Anderlecht. En Anderlecht won dan nadien Ginder wel met 0-1, maar dan was het ook allemaal een stuk minder. Ja, maar als het morgen een beetje hun kant kan uitgaan, en het is tegen Real Madrid, dus de huidige Champions League winnaar, ja, dan wordt dat weer kiekevel van begin tot eind. Ben jij er al geweest, Michael? Nee. Ja. Je wil er wel graag eens naartoe. Voor mij wordt het ook de eerste keer, dus ik denk dat Frankie onze gids zal zijn. Want ik zeg het, je moet geluk hebben hoe dat de match verloopt. Ja, hè, want daar heb ik nu, wat ik net zeg, zelf ondervonden de eerste keer. Ik dacht, wat is dat hier allemaal? Maar de spelers van Celtic die weten dat natuurlijk ook, hè, dat Celtic Park door de fans een extra dimensie kan krijgen. Middenvelder Callum McGregor die vertelt het zo. If you want to do well at this club, you need to have that European experience. When you have that in good organisation along with good players, and you bring in the sort of added mix of what Celtic Park gives you with the supporters and the intensity of the games, then if you get everything right, you've got a big chance of winning.
Ja, en we hebben eigenlijk dit weekend nog gezien, hè, wat de sfeer kan zijn. Celtic tegen Rangers, de Old Firm. 3-0 aan de rust, 4-0 zegen. Ja. Dat zag er al veelbelovend uit. Qua ploeg zelfs. Ja, dat vond ik ook wel. Ik heb de wedstrijd gezien. Ik vond Celtic eigenlijk echt wel sterk. De Rangers absoluut geen kans gegeven. Van in begin erbovenop. Hè, in die mate dat er al na 20 seconden bij het eerste duel, hè, de spits van Celtic dan. Furuhashi. Ja, die was 20 seconden, was een wedstrijd al over. Werd uiteindelijk vervangen na 5 minuten. Maar het is ook nog op die schouder gevallen bij vieren met de supporters. Ja. Schitterend, hè? Dat was echt een fantastisch beeld ook. Maar ja, nee, ze speelden goed, hè, met goede voetbal ook, goede spelers. Ja, ze waren zo sterk dat ik heb dan ook gelezen dat er in de Engelse media, de Schotse media natuurlijk, eigenlijk werd met onbegrip gereageerd dat Gio van Bronckhorst, coach van Rangers, niet al in de pauze zijn CV had ingediend. Dus dat dominantie is zo enorm. Ze hadden Rangers dan had nog wel meer balbezit, maar eigenlijk te verwaarlozen. Wat ze ermee konden doen was eigenlijk niks. Maar Celtic was scherp van in het begin. Scoorde ook op een slimme manier. Snelle ingooien, snelle vrije trap genomen. En Rangers stond nog half te slapen. Mm-hmm. Maar ook O'Reilly, mooie voetballer, zijn Deen. Ja. In tegenstelling wat je wel zou kunnen vermoeden. Ze hebben nog het maximum van de punten. Ze zijn uitstekend begonnen. Of dat genoeg is tegen Real Madrid, dat is iets anders natuurlijk. Want met de Koninklijke komt niet zomaar een ploeg over de vloer. Daar in Glasgow, maar wel de titelverdediger. Casemiro, een bal voor Valverde. Sprintje van Carvajal geeft steun aan de rechterkant. Valverde, hier, dat is buitenspel of niet? Nee, een ringetrap door Vinicius. 1-0 voor Real. Het onwaarschijnlijke scenario heeft zich voltrokken. Real Madrid, club de voetbal, is nog maar een keer kampioen. Keizer van Europa. Michael, ja, dan kom ik naar jou natuurlijk, hè, als Spanje-kenner, Real Madrid-kenner ook wel. Het wordt heel erg makkelijk, denk ik, die poelenfase. Piece of cake in Spaans, wat is dat? Ze zijn wel duidelijk de favoriet in die groep, uiteraard. Hè. Maar gaan ze hun hartje nog zo vaak kunnen redden zoals we daar net hebben gezien? Dat waren ook de keizer van de remontadas. Maar in de poelenfase zijn ze nog nooit uitgeschakeld geworden. Als je kijkt naar de tegenstand, we hebben ook nog Leipzig en Shakhtar, dan schrijven ze toch al op, hè? Ja, dat wel, ja. Als eerste van de poelen ook wel, denk ik. Hè. Maar hoe spelen ze op dit moment? Ze hebben nog een maximum in La Liga. Ja, ze staan aan de leiding. Hè. Ze hebben net Real Betis met 2-1 geklopt, die daarvoor eigenlijk het maximum van de punten hadden. Dus, maar ze vallen niet op. Iedereen is veel meer bezig met wat er in Barcelona gebeurt. En ook wel logisch, hè, met al die grote namen. De grootste is Lewandowski uiteraard, die daar neergestreken zijn. En bij Real is het super stil gebleven. Dus ja, ze hebben wel Tchouaméni gehaald. Goede aanwinst, ze hebben Casemiro verkocht. Maar ja, Mbappé is niet gekomen. Dus eigenlijk kan je zeggen, het is redelijk windstil gebleven. Had je meer verwacht? Had je toch inkomend wat mooier volk verwacht? Ja, ik denk dat Florentino Perez ook wel tot de constatatie gekomen is. We hebben eigenlijk Mbappé niet nodig, want we winnen toch de Champions League en we worden toch kampioen. Dus het is ook altijd wel een beetje één keer op twee gedachten, want vorig seizoen hadden ze al geen alternatief voor Benzema. En die is buiten kleine blessure hier en daar, altijd fit en inzetbaar gebleven. Gaan ze dat een tweede jaar kunnen, want dat is wel een risico. Ja, maar Hazard is nu de backup, hè? Ja, 90 minuten op de bank gezeten opnieuw tegen Real Betis. Dus. Goed, Real Madrid zal wel niet te veel problemen ondervinden in die poelenfase. Maar ik heb aan jou nog niet gevraagd wat jij gaat doen, hè, deze week. Welke match heb jij? Ik ben niet zo'n snelle starter als bijvoorbeeld Antwerpen op dit moment. Dinsdag doe ik niks. Kijk eens aan. Ik ga met mijn geliefkoosde echtgenote een muziekconcert bijwonen. En woensdag wel een klepper, Napoli-Liverpool. Ja. Daar kijk ik enorm naar uit. Napoli-Liverpool en bovendien ook nog Ajax en Rangers in die groep. Mm-hmm. Dat is, heb je hot takes over wie daar doorgaat? Nee, ik denk... Napoli en Ajax gaan het uitvechten voor plek 2. Ook al is Liverpool niet goed gestart met maar 9 op 18. Daar zit een ander Schotse ploeg bij, Rangers. Ja. Maar dat zal voor een deel zijn. Dat is inderdaad in principe voor de vierde plaats, maar wel een mooie groep. Zeker, Liverpool, Napoli ook. Jij gaat niet naar Napels, het is vanuit België. Ja, het is vanuit het De week daarna gaan jullie samen op trip. Ja, naar onze geliefkoosde luchthaven van Manchester. Iedereen waar iedereen graag naartoe gaat. Dat gaan we dit seizoen proberen. We gaan dat topic, we gaan hopen dat het meevalt en dat topic aan de kant schuiven. Het kan alleen maar beter. Misschien kan, het kan inderdaad alleen maar beter. Maar goed, Liverpool dus zonder problemen door in die poelen? Ja, zonder problemen, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Maar Liverpool toch wel en dan Napoli en Ajax zullen het wel onder elkaar uitmaken in principe wie nog mee mag gaan. Ja, Salah is nog niet
niet in bloedvorm op dit moment en dat moet nog komen. En... Nee, goed, ja, ze zijn niet zo goed begonnen, hè, aan de eigen competitie ook. Dit weekend weer niet kunnen winnen, toch? Dus in de derby tegen Everton. Ja, ze hebben ook wel wat blessures, schorsingen. Ja. Ik hoop dat het niet... Ja, het lijkt een beetje de kant op te gaan. Dat is natuurlijk veel te vroeg om dat te zeggen. Dat het niet is zoals een paar jaar geleden, waar ze heel veel blessures hadden. En uiteindelijk... Vooral achterin toen. Ja, het keert heel snel, want we hebben samen de Community Shield gedaan voor de collega's van Eleven. En toen waren ze heel echt goed, sterk. Beter dan Manchester City. Núñez, schitterend ingevallen. En dan dacht je, ja, die gaan het weer met elkaar uitvechten. Maar dan komen die volgende weken. Maar ik heb toch het gevoel dat San Mané toch wel redelijk wat gaan kwijt zijn. Mm-hmm. Misschien wel meer dan je aanvankelijk zou willen hebben. Ja, Ajax misschien nog even belichten. Hebben die nog kwaliteit genoeg nu na het vertrek van ook Anthony nog? Maar Ocampos is... Je kent hem goed vanuit Lager. Ja, hij was 4-5 jaar geleden misschien wel de... gedoodverfde opvolger qua kwaliteiten van een dribbelvaardige Anthony. Anthony die meteen wel zijn visitekaartje heeft afgegeven in Engeland door te scoren tegen Arsenal. Maar het is een beetje raar, hè, want Huntelaar wilde dan Ocampos halen, maar dan de raad van commissarissen die hem dat teruggefloten en dan moest het een huurovereenkomst zijn. Ze wilden ook een keeper en hebben ze wel nodig, want Pasveer is geen 100% betrouwbaar sluitstuk. En dan wilden ze Vlaco Dimos gaan halen bij Benfica. Ook dat werd teruggefloten door diezelfde raad van commissarissen. Ajax had altijd een bolwerk van rust de voorbije jaren onder Erik ten Hag. Ik denk dat Alfred Schreuder toch verschoten is. Er zijn wel veel vraagtekens nu. De vooravond van de start van de Champions League. We gunnen het Alfred Schreuder wel dat het goed loopt. Maar vorig seizoen hadden ze het maximum van de punten in de poelen. Dat gaat nu. Dat lijkt nu. Dat zou heel straf zijn. Liverpool had trouwens ook het maximum vorig seizoen in de groepsfase. Als ik het goed heb, geen Belgen in die groep. Bij die vier ploegen. Of vergeet ik nu iemand? Mertens is er niet mee natuurlijk. Bij Rangers wel veel... Ja, ex-Jupiler Pro League spelers. Inderdaad. Daar heb ik op het einde nog een quizvraagje voor jullie. Maar laten we gaan naar de ploeg waar wel veel Belgen spelen natuurlijk. Dat is Club Brugge. In de poelen met Porto, met Atletico, maar eerst Bayer Leverkusen. Er zijn 5 Duitse deelnemers, mannen, in de Champions League. En naast Dortmund en Bayer hebben die vooral 1 constante, die andere 3. Slecht gestart aan de competitie. Heel slecht begonnen. Ja. Ook Leipzig. Leipzig en Frankfurt. Frankfurt staat allemaal in de rechter kolom. Maar de grootste verrassing wat dat betreft van de slechte start is toch Leverkusen. Ja. Die vorig jaar... 3 op 15. Ja, 3 op 15. Thuis 3 keer verloren. Alleen in Mainz hebben ze gewonnen. Maar vorig jaar eigenlijk schitterend was. Ik las vandaag in de krant zelfs de beste terugronde toen uit de geschiedenis van de club. Daartegenover staat dat nu de slechtste start is blijkbaar in 40 jaar. Dat is wel een heel groot contrast natuurlijk. Blijken ook wel wat, niet altijd slecht te spelen, maar te veel fouten te maken. Waardoor het toch telkens weer verkeerd loopt. Dus wat wel leuk is voor de clubsupporter, denk ik, en de clubmensen, is dat Kossou zijn eerste basisplaats kregen. Dat die misschien ook wel aan de... Maar dat zegt eigenlijk wel veel, hè, dat iemand die voor 25 miljoen euro aan Leverkusen verpatst vorig jaar, maar aan 1 basisplek komt in zijn 2e seizoen bij die club. Je weet ook niet altijd, of ik weet niet de reden. Dat kan altijd wel eens gebeuren. Maar misschien heeft hij nu opnieuw zijn basisplaats te pakken gekregen. Dat zijn dan, zo gaat het dan vaak. Als je veel goals binnenkrijgt, wordt daar achterin veranderd van systeem ook. Dan worden er wissels doorgevoerd en daar maar mogen kan we nu, Kostuno misschien van profiteren. Mogen we nu denken dat er iets in zit voor club? Want dat hebben we vaker dan in het verleden. Vorig seizoen ook nog tegen Leipzig bijvoorbeeld. Die zaten toen ook niet in de beste periode, maar het werd wel, wat was het, 0-5, denk ik. Ja, dat is de terugmatch, maar ik bedoel, thuis op Jan Breidel Club, het stond ook bij de collega's van het laatste nieuws in de krant, 1 thuismatch in de laatste 5 campagnes gewonnen tegen Zenit. Dus we mogen niet denken dat het nu haalbaar is. Haalbaar, dat hoor ik niet graag. Ja, als ze Moussa Diaby kunnen neutraliseren, Callum Hudson-Odoi hebben ze daar nu ook, dus dat is ook geen slechte. Nee, maar dat is het gevaar, of het gevaar tussen aanhalingstekens, als je deze groep bekijkt in vergelijking met de groepen van de laatste jaren, waar er iedere keer echt een grote top en de recente bij gaat, misschien je nu het gevoel hebt van, dit moeten ze wel kunnen klaren, maar Porto, Atletico, ik ken ze beter dan nog, Michael. Als ze vierde worden, is dat misschien eigenlijk ook wel een klein beetje... Ik denk dat ze moeten mikken op de derde plaats. Ja. Moet wel kunnen als Leverkusen inderdaad
die slechte start nog wat doortrekt, als dat ook merkbaar is woensdag in de hele match, als ze die al kunnen winnen. Het is de moment wel, hè? Als maar ze die al kunnen winnen, dan zet je al direct een goede stap richting al op zijn minst aan de derde plaats. We zaten vrijdag, was het, samen naast elkaar om commentaar te geven in Jan Breydel op de Brugse derby. Jij stak je duim omhoog toen het ging over Onyedika op het einde van de match. Ja, ik vond hem echt goed. Wat ik heel graag zie, is dat nummer 6 de intentie heeft om het spel te verleggen. Wat ik mis bij, om bij club te blijven, bij Balanta, bij Odoi. Mannen krijgen de bal van de linkerkant en hebben te weinig het gevoel om dat spel te verleggen. Zeker nu, omdat er door de clubs, door de meeste ploegen, de kant van de bal heel veel druk wordt gezet, is dat ook niet altijd makkelijk. Maar hij had altijd de intentie om dat wel te doen. Mm-hmm. En dat zie ik heel erg graag. Ja. Het gevoel van, oké, nu moet die bal hier vanuit de drukte, hup, aan de andere kant. Dat zie ik graag. Vooruitspelen ook. Deed het ook wel een paar keer achteruit, moet ik zeggen. Meestal dan wel onder druk. Ja. Maar ik vond hem wel, voor iemand die daar nog maar net was, veelbelovend. Mm-hmm. Ze zijn wel al bij al met Van Aken, die gebleven is, Yaremchuk erbij gekomen, wel gewapend. We gaan zien wat het geeft. Jugla ook, hè? Jugla, ja, inderdaad, die het goed doet. Ja. De andere twee ploegen, die wedstrijd heb jij vorig seizoen ook gedaan onder die confrontatie. Ja, de tussen tweede Porto confrontatie, en de bepalende eigenlijk. Ja, nu is het in Madrid de eerste wedstrijd. Ja, daar staat nog wel iets open, hè? Een rekening open. Ja, ik denk dat ze bij Porto revanchegevoelens koesteren. Hè? Die wedstrijd besliste over wie er als tweede in die groep ging doorgaan. En Atletico heeft het op Simeone-wijze gedaan, gewiekst. Eigenlijk vrij snel al had je het gevoel van ze gaan proberen zoveel mogelijk het spel te laten stilleggen. Dan was Porto eigenlijk nog de betere tot de poppen aan het dansen gingen en dan Carrasco dom rood pakte. Dat denk je, dat is in het voordeel van Porto. Maar vanaf dan werd het nog meer stilgelegd, het spel. Constant. En je voelde dat die van Porto het karakter niet hadden om daar tegenop te tornen, tegen die mental challenge die ze toch, Jiménez, Savic, al die figuren, constant hard in de duels en de scheidsrechter bespelen. En niet veel later, enkele minuten later, had Wendel van Porto ook een rode kaart gekregen. En dan was Griezmann zijn moment gekomen om op te staan en zijn zij doorgestoken. Nu is er nog een Belg bijgekomen natuurlijk, met Witzel. Mm-hmm. Ik verwacht hen allebei aan de aftrap, jij ook? Carrasco, dat is het begin van het seizoen tussen bank en basis aan het schipperen een beetje, maar Witzel gaat zeker starten. Ja. Maar Oblak, dat is minder? Die is geblesseerd uitgevallen tegen Real Sociedad. Werd vervangen door Grbic, die vorig seizoen bij Lille op uitleenbasis speelde en vrij snel verdween, want wegens te slecht. Dus dat is zeer slecht nieuws voor Atletico. Maar het zal maar alleen die eerste wedstrijd zijn dat Oblak moet missen. Dus. Over die groep van Club Brugge gaan we het later natuurlijk nog uitgebreid hebben, ook in onze tv-uitzendingen. Maar er zijn nog andere groepen die interessanter zijn, dat mogen we misschien wel zeggen. Groep C bijvoorbeeld, met Barcelona tegen Victoria Pilsen al dinsdag en ook Inter tegen Bayern, het is woensdag allebei. Daar gaan Peter van den Bent en Gert naartoe trouwens, Inter-Bayern. Zonder Lukaku, die geblesseerd is. Maar Bayern, Michael, dat is, als we jou mogen geloven, volgend jaar in juni de eindwinnaar van de Champions League. Ik heb vorig jaar gegokt op Atletico en die zijn wel bij de laatste acht geraakt, maar ik werd daar een beetje op de korrel genomen door de collega's. Die dachten, waar komt die nu mee af? Dus nu dacht ik, ga eens een zeer berekende gok doen in Bayern München. Die in competitie ook al wel van hun pluimen hebben gelaten, maar ik heb ze er ook al wel zien uithalen. Ja, ze hebben nu twee keer na elkaar gelijk gespeeld, want ze hebben enorm veel gescoord in die eerste match. Ja, maar ook in die twee gelijke spelen enorm veel doelpogingen. Ja, want ik had gelezen ook Sommer 19 reddingen vorige week. Een record in de Bundesliga. Nu ook heb ik met een half oog ook toch. Ik kan niet echt zeggen dat Lewandowski dat vertrek dat niet opgevangen is. Want Sadio Mané. Maar je gaat wel matchen hebben. En zeker dan in die twee matchen dat ze nu gespeeld hebben, waar ze constant in en rond de 16 hebben gehangen van de tegenstander, ga je wel natuurlijk een keer zeggen van ja. Als Lewandowski daar nu nog wel bij geweest, dan die had er nog wel een keer eentje binnen geduwd. Is dat, Michael? Dat wel, hè, natuurlijk. Dat ga je niet. Die ga je toch wel sowieso missen. Is dat, Michael, een van de momenten waar jij het meest naar uitkijkt? De entree van Lewandowski naar Bayern, nu bij Barça? Ja, sowieso ook, omdat er rond die affiche wel nog meer hangt dan Lewandowski alleen. Ze hebben vorig jaar al tegen elkaar gespeeld. We hebben de 2-8 die weliswaar in Portugal werd gespeeld. Ja.
op het einde van het seizoen. Ja. Hoe enthousiast word je van het nieuwe Barça? We gaan niet de hele economische context uit. Ik word enthousiaster eigenlijk van een andere aanwinst van FC Barcelona dan per se. Want Lewandowski doet het uitstekend, maar dat wisten we al. Maar dat Rafinha zo bepalend ook ging zijn in die eerste weken. Ik moet zeggen, ik heb Leeds niet elke week zien spelen, maar chapeau, het is samba-voetbal bij momenten. Mm-hmm. Ik moet daar mijn vingers bij af te likken. En het is misschien makkelijk om de vergelijking te maken. Hè. Rafinha begint met een R, heeft ook een gouden kettingje met de letter R, net als Ronaldinho. Maar hoe hij het publiek bespeelt in het Camp Nou, dat is Ronaldinho-esk. Dat is wel heel cool. Benieuwd, want het is de eerste Champions League-campagne voor Rafinha. Frankie, je hebt op safe gespeeld. Nog meer dan Michael in je pronostiek, mag ik dat zeggen? Jij koos voor? Ik voor Man City. Voor Man City is dat op safe spelen. Dat is niet gemakkelijk, toch? Zeven jaar niet gewonnen. Ja, dat is al veel eer. Maar zijn het maar, ik heb ook gezegd, als eventuele run. Nee. In een andere podcast, Bayern. ja, dat is gemakkelijk natuurlijk. Ja. Nee, 1 en 2. Nee, er zijn er een stuk of 5 die City hebben getipt. Vorig jaar ook trouwens, die waren allemaal, dat ga je allemaal zeggen fout, snel, ja. Helemaal fout. Nee, maar ik denk, met Haaland erbij, ik heb een beetje in mijn argumentatie overdreven, hij moet dat winnen. Maar ik vind wel, als je Haaland erbij haalt, dan word je toch nog meer dan de vorige jaren een van de grote favorieten. Absoluut, je hebt ook nog die defensie blijft wel een beetje de achterdeur. Ja, dat is waar. Dus dat is wel waar dat er achterin misschien ze wel... Ze hebben Akanji weggehaald bij Dortmund, maar dat was ook geen wereldtop. Wie had dat gedacht 5 jaar geleden toen hij bij Zulte Waregem zat? Akanji toch bij Zulte Waregem? Akanji niet, denk ik. Ik denk dat je Diallo... Ja, excuseer. Mannen, over groep C, om die af te ronden, want we waren daarmee begonnen natuurlijk. Inter, maken zij kans op de top 2 of gaat het gewoon Barça-Bayern zijn dat doorgaat? Ik denk van wel. Ik denk dat ook, ja. Kwaliteit verloren weer met Perisic. Ja, absoluut. Ook de derby nu, toch ook wel wat kwetsbaarheid getoond achterin. Er waren knappe goals bij van Leao, maar dat ging ook... toch ook redelijk makkelijk. Dus, ja, ze hebben ook niet echt buiten Lukaku uitgepakt op de transfermarkt. Mkhitaryan zijn ze dan gaan halen als opportuniteit. Een jaartje daarvoor hadden ze Dzeko eigenlijk ook als opportuniet. Die heeft nog wel. Het belangrijkste dat ze hebben gedaan is Skriniar bijhouden. Want als die daar weg was in die defensie, dan zou het nog veel moeilijker zijn. Maar ja, Dzeko die gaat nog zijn doelpunten wel maken, maar Mkhitaryan daar twijfel ik wel heel erg sterk aan. De pool waarin City zit trouwens, dat is die met Sevilla onder andere. Michael. Mm-hmm. En Dortmund en Kopenhagen, ja, daar is het een beetje hetzelfde als voor Real, denk ik. City is uitgesproken favoriet. En Dortmund het voordeel op Sevilla, omdat ze zo... Sevilla is verschrikkelijk slecht bezig. Hè. Ja. 1 op 12. Lopetegi krijgt het absoluut niet op de rails. Ze hebben ook een ersatsdefensie met soms Fernando, soms Goudelje, die mee naast ook nog wel jonge en onbewezen Tanguy Nianzou moet spelen. Ik denk dat Haaland die echt gaat opvreten met haar en uit. Dat is morgen in Sevilla Man City. Januzaj, hoop ik dat hij nu wel al fit genoeg bevonden is om in de selectie te zitten, want dat was tegen Barcelona niet het geval. Mm-hmm. Dolberg wel, maar of Dolberg nu voor in het verschil gaat maken, daar heb ik ook sterk mijn twijfels mee. En ik denk, als zwaar verliezen, dat het misschien wel einde verhaal is voorlopig tegen. Ja. Dat de Champions League ook een trainersontslag krijgt in het begin. Zou kunnen, ja. Dat is Januzaj tegen De Bruyne natuurlijk, die wedstrijd. En dan de andere matches Dortmund-Kopenhagen met Meunier en Hazard. Witzel die zit daar niet mee natuurlijk. Dortmund, ondanks de trek van Haaland. Ze staan er goed voor. Hè? Ze staan tweede in de Bundesliga. Samen evenveel punten als ze vijf mee aan de leiding. En Meunier die daar toch ook lijkt mee. Hazard speelt. Dat wil ik net zeggen. Meunier lijkt terug zijn plaats heroverd te hebben. Dus het voordeel, Dortmund potentieel tweede? Ja, City, Dortmund, denk ik. Daar zou ik toch voor gaan. Kopenhagen, dat zal niet zo makkelijk zijn voor Jes Torup en zijn boys, denk ik, om veel punten te pakken. Ik heb ze aan het werk gezien tegen Trabzonspor in de playoffs. Inderdaad. Was allebei niet echt Champions League niveau. De groep van Paris Saint-Germain, dan de groep H, dat is PSG Juve op de eerste speeldag. Ja, is dat een topper of niet? Want Juve... Juventus, ze hebben nog wel... sterke spelers, hè, zoals een Vlahovic. Ja. Maar achten jullie ze in staat om een resultaat te pakken in Parijs? Ik denk het niet, nee. Ik denk dat, het grote probleem, Frankie, is toch dat het voetbal, dat Allegri
Ja, dat is angsthazen. Dus dat is rustig, dat is conservatief, dat is ik vind zonder dat risico. Ze op dat middenveld wel kwaliteit ontbreken. Ja. Zakaria was eigenlijk potentieel misschien de beste, ja. En die hebben ze dan nog verkocht aan Chelsea. Een soort echte playmaker. Ja. Het is wel een jonge gast, Miretti denk ik, die het nu goed doet, maar ja, daar mag je ook niet te veel van verwachten. Maar ik heb ze ook al een keer of twee bezig gezien, maar ik denk in PSG wordt dat heel erg moeilijk. In de groep gaan ze denk ik ook nog moeten opletten van Benfica. Ja. Dus, nieuwe coach daar, Schmidt, en een paar goede aanwinsten. Hè? Ja, dus ik denk zeker PSG en dan Juve, Benfica laten kopen. Omdat ik ben benieuwd naar wie dat daar de tweede plaats gaat kunnen pakken. Ja. En PSG lijkt mij als team sterker geworden dan de afgelopen jaren. Onder Galtier, de nieuwe coach. Is het toch dan niet een beetje clanvorming? De Zuid-Amerikanen tegen clan Mbappé? Maar ja, goed, dat weet ik niet, dat zou kunnen, maar ik heb de indruk, en dat is al mee geweten, dat iedereen daar heel hard aan werkt om dat meer een geheel te maken dan de vorige jaren. Ze hebben op dat middenveld een goede speler erbij gehaald, Vitinha. Een type Verratti vind ik dat, bijna even groot, op dezelfde manier van voetballen, ook zo goed voetballen, maar ook... Minder grote namen, meer het collectief. En een ander, en met drie achterin ook. Maar de concurrentiestrijd in dat middenveld, ze hebben nog... Ja, Carlos Soler, Fabian Ruiz, ze hadden al Renato Sanchez ook gehaald. Dus, Maar ja, met Renato Sanchez gaat het moeilijk hebben. Hè. Op dat middenveld, als het terecht op aankomt, denk ik, is dat toch Verratti en Vitinha. En dan de drie voorin. Ja, okay. Waar we niet omheen kunnen. Dus de nieuwe stijl in Parijs, ik ben wel benieuwd. En die eerste wedstrijd is wel een affiche natuurlijk. Hè. Peter en Gert Vrijen die gaan naar het stadion daar in Frankrijk. De meest open groep is denk ik groep D, want we zijn er bijna door. Frankfurt, Sporting, Tottenham en Marseille. Ja, daar vind ik het lastig om te voorspellen. Ik vind het ook de meest Europa League-achtige groep. Ja, want Frankfurt heeft de Europa League gewonnen natuurlijk. Tottenham is daar favoriet, denk ik. Ja. Dat denk ik ook. Tottenham en dan... Marseille misschien? Ik durf Marseille niet te zeggen wie Nee, ik ook niet. En dan tussen Sporting en Er zitten wel twee teams in waar Cristiano Ronaldo niet welkom was. Dus werd in verband gebracht met Marseille. En Ruben Amorim zei, ondanks het feit dat hij er nog mee samen heeft gespeeld, als hij komt... Ja, dan mag je mijn ontslag verwachten. Ik bedoel, dat zegt ook wel veel natuurlijk over volgens sommigen de beste voetballer aller tijden. Ja, in elk geval open groep sowieso. En dan misschien iets makkelijker te voorspellen de laatste poelen die we nog moeten aan bod laten komen. Dat is groep E met het Belgisch getinte Milan. Hè, vier landgenoten, maar dat zijn er drie, Michael, heb je vanmorgen vastgesteld. Aster Franks zit niet in de Champions League lijst. Dat is jammer, hè, maar goed. Ja, hij zal wat kansen in de Serie A krijgen, mogen we dan hopen. Bij Wolfsburg zat hij ook vastgerust op de bank in het begin van het seizoen. Dus, Dat is toch wel een heel verrassende transfer. Allee. Ja, ik weet niet. Nou. Milan ligt een beetje op de jonge spelers tegenwoordig. Ja, dat snap ik ook wel. Maar daar in die groep zitten ook nog Chelsea en dan ook nog Salzburg natuurlijk en Dynamo Zagreb. En Van den Bremt speelt tegen de Ketelaar deze week. Hè? Ja. Van den Bremt, we hebben hem even kunnen polsen. Zal speel klaar geraken in principe, dus die zou moeten de voorkeur krijgen op de rechtsachter. Dat is wel interessant. Zal misschien de Ketelaar nu en dan ook tegenkomen dan. Maar goed, verwachten we dat Salzburg zich kan meten met Milan voor kwalificatie? In principe niet, denk ik. Ik weet niet of Chelsea per se de groep gaat winnen. Als je dat denk ik nu wel. Ja, ik zou Milan niet onderschatten, eerlijk gezegd. Ja. Chelsea is niet meer het Chelsea van twee jaar. Dat is toch een hot take uiteindelijk nog van Milan. Ik denk dat Milan misschien wel kans maakt om die groep te winnen en om het zelfs ver te schoppen in het toernooi. Want ze hebben iets goed te maken. Wat is het na 11 jaar teruggekeerd vorig seizoen? Vorig jaar kies je Atletico. En ik zeg niet winnen, hè, maar ik zeg kwartfinale, halve finale. Okay, we gaan dat noteren, Michael, want ik geloof vorig jaar vierde maar, hè, en op een terugkeer, dus ze hebben echt wel iets recht te zetten. Dus, Salzburg, mag ik nog snel iets zeggen? Tuurlijk. Sesko. Ja, die heb ik ook opgeschreven. Ja. Sesko. Ja, die naam is al gevallen bij collega's ook. Ja, we gaan... Ja, het is hun manier van werken natuurlijk, hè. Jonge, onbekende gasten. Ja, de Jemi is weg en dan moet er iemand de fakkel overnemen. Vorig jaar, die invalbeurt daar die we samen gezien hebben, denk ik. Goed, zijn jullie klaar voor nog een korte quiz? Ja. Goed, we hebben er al een paar vernoemd, maar ik ben op zoek naar spelers of coaches, ex-Jupiler Pro League, niet Belgen, die in de Champions League terug te vinden zijn. Elkom beurt, iemand noemen? Concessao, zeg ik. Maar ik heb die van... Glasgow Rangers toevallig opgeschreven, dus dat zijn er al heel veel. Iemand anders. Kopenhagen, kom. Frankie, is dat jou? Torup? Ja, die hebben we ook al vernoemd. Ja, spelers. Veto Kele zit daar niet mee. Nee. Dus, ik heb ze die spelen. Ik ben natuurlijk... Michael?
Het is al gedaan. Moet hij bij Kopenhagen zitten? Ja, Kopenhagen. Niet Belgen. Ja. Doeman is de tip. Ah ja, dingen, Ryan. Ja, middenvelder, nog een tip. Nog iemand bij Kopenhagen? Ex-Jupiler Pro League. Een Deen. Dingen die een Sultewaren gespeeld heeft. Lucas Leerager, goed. Maccabi. Zit daar ook een zitten ex-spelers uit de Jupiler Pro League. Twee zelfs. Geen enkel idee, eerlijk gezegd. We beginnen met een verdediger, kampioen geworden met A.A. Gent. Israëlier. Rami. Gerson. Gerson en een spits, ex-Moes Groen, heeft een diploma criminologie. Twee keer gescoord in de playoffs. Is hij een Griek toevallig? Nee. Frans Di Pierrot, jongens. Okay, het gaat niet lekker. Dan gaan we naar Marseille. Iets makkelijker. Verdedigers. Gigo. En ex-Porto, ex-Anderlecht. Chancel Mbemba. Frankie, ik denk dat de conclusie duidelijk is. Ja, dat maakt Michael van Varenberg, voetbal-encyclopedie, die wist het meeste. Mannen van de podcast, jong. Chancel was trouwens niet goed gekeurd geweest, hè, want die zit ook niet in de lijst. Ja, maar bij Rangers zitten er inderdaad ook wel een paar. Voor de rest, 14 Belgen bij 8 verschillende ploegen. Gaan we natuurlijk volgen. En we zijn benieuwd wat het allemaal gaat worden. Maar we hadden vandaag maar een klein half uurtje. Dus ik ga jullie al bedanken, Frankie van der Elst en Michael van Varenberg, voor jullie komst. Voor de mensen die meer willen, er is heel veel meer. Natuurlijk elke dinsdag en woensdag op de televisiekanalen van Pix Plus Sports. Vanaf morgen tot en met de finale. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en graag tot binnenkort. Ofwel hier in de Champions Club, ofwel live op tv. Bye.